Hoi, ik ben Nienke en ik ga jullie vandaag meenemen met 3 interviews. Met Rob van der Sterre en Pierre Polders, dat zijn 2 dirigenten. En ook nog met een leerling van het Opstaforkest. Dus let's go! Ik zit hier naast Pierre en dat is de dirigent van het Harmonieorkest. En ik ga hem nu een paar vragen stellen. De eerste vraag is, de repetities gaan weer door. Ja, hoe doen jullie dat? Nou, in eerste instantie mochten we natuurlijk maar 1,5 meter van elkaar afblijven. En voor blazers, harmonieorkest, is het eigenlijk 2 meter. Toen hebben we eerst het harmonieorkest in 3 groepen verdeeld. En dan konden we dus maximaal met 30 man in het dorpshuis repeteren. En dat was heel leuk en het ging ook goed. En nu, 2 juli, is de laatste repetitie voor de grote vakantie. Mag het weer met 100 mensen in de ruimte, mits je op 1,5 meter blijft, of voor blazers 2 meter. Nou, heb ik vandaag met Petra heb ik gekeken hoeveel mensen we in de grote zaal kwijt kunnen. En als we het podium erbij gaan betrekken, dan moet het lukken met een man of 60 in de grote zaal. Dus dat gaan we doen met het hele orkest. Oké. En gaan concerten zoals het Concert aan het Water en de Kids Voice van Smeer, gaan die door bijvoorbeeld na de vakantie? Kijk, het Concert aan het Water gaat sowieso een jaar later natuurlijk, want dat vinden we wel leuk, hè? Of was altijd een mooie afsluiting van het seizoen, die doen we. En de Kids Voice vond ik een hele super idee. Volgens mij kwam dat ook voor jou, toch? Of niet dat idee? Ja, gaan we denk ik wel doen volgend jaar. Maar ja, we moeten natuurlijk een beetje opletten hoe het gaat, of het virus niet terugkomt. Maar als het allemaal goed gaat, dan vond ik dat een ontzettend leuk plan. En dat gaan we zeker doen volgend jaar weer. Nou, leuk. Ja, toch? Maar wat voor muziek spelen jullie dan nu op de repetities? Nou, eigenlijk spelen we op dit moment gewoon stukken die echt voor harmonieorkest zijn. Alleen, ja, we repeteren in kleine groepen, dus je kunt dat groepsrepetities noemen. Ik vind de dirigent altijd heel leuk, want ik kan die heel goed luisteren naar iedereen wat iedereen speelt. En verkeerde noten eruit vissen en zo. En na de vakantie, of eigenlijk dus eigenlijk donderdag ook, gaan we gewoon diezelfde stukken, maar dan met het hele orkest doen. Dus dan ben ik benieuwd of het een beetje gewerkt heeft. Iedereen apart groepjes en dan alles bij elkaar. Wordt het top. Oké, bedankt voor je interview. Graag. En dan ga ik nu Rob interviewen. Oh, gezellig. Succes. Dankjewel. Oké, heb je de kinderen een beetje gemist of vond je het juist wel rustig? Ik vond het ook rustig, maar ik heb zeker wel gemist. Want het was wel heel gek om ineens helemaal niks meer te doen. Met muziek ook. En ook niet met de enthousiaste kinderen. Zoals jij bijvoorbeeld. Die ik elke week in mijn orkest heb. Dat is wel heel maf. Maar het was af en toe stiekem ook wel rustig. Dat mag ik wel eerlijk vertellen. Ja. En hoe gaan de repetities nu? Want bij het grote orkest moet iedereen uit elkaar. Oh, bij ons. Dat heb je natuurlijk zelf ook meegemaakt. Ja. Kunnen we met z'n allen repeteren. Omdat we gelukkig met minder dan 30 waren. Dus dat mocht. En ik vond dat iedereen super geconcentreerd was. Het was echt een soort nieuwe, frisse start. En iedereen had er heel veel zin in, volgens mij. Oké, top. En waar kijk je naar uit? Naar concerten bijvoorbeeld? Of naar wat je zelf wil doen? Ik kijk er heel erg naar uit om weer concerten te spelen met iedereen. Maar vooral ook dat we van die 1,5 meter af zijn. Dat we gewoon lekker weer met z'n allen een concert kunnen spelen. Dat er publiek kan zijn in de zaal. En dat we lekker weer samen muziek kunnen maken. Ja, nou, dankjewel voor je interview. Alsjeblieft. Wat vinden jullie van de repetities nu? Wel leuk. En Rob is een goede dirigent. En ik vind het leuk dat hij op de trommel zit en dat ik erbij zit. Ja? Ik vind het ook wel leuk. Het is ook een leuke dirigent. En ja, ik vind het ook wel leuk dat ik erbij zit. Oké, dit was het dan weer. Dus ik hoop u snel weer te zien op een van onze volgende concerten na de vakantie. Doei!